Wanneer onze nieuwsdienst in de binnenstad loopt om een verslag te maken in verband met onze ATV-Vaderdag-serie, komen wij een vriendelijke gepensioneerde vader tegen. Hij vertelt dat kinderen opvoeden in deze tijd uitdagend is. Vooral als de man de rol moet vervullen van moeder en vader. Toch vindt hij het belangrijk dat, ondanks de situatie, kinderen geleerd worden om respect te hebben. Ik ben vader en mijn moeder. Ik ben een CBR, ik ben man en ik ben een man. En ik ben een man die ik heb. Ik heb 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 een man die ik heb. En welk soort waarden en normen heb je dochter mee? Walden nanga normo mi tegen taku wel if one umasma takang an umtaki ya amtaki ya ye fro hu ya mo fro if wa manengre no am stegen taki ya om ofu fro ya tante na desandati en anomus yere na trawan wanta no saf so furete tak do taki desandati. Ja, dus ik moet zo duidelijk van mij tegen hem slibibu. Hij roept alle vaders op om hun verantwoordelijkheid te nemen en wijst erop dat de situatie in het land eist dat vaders de rol vervullen die van hen verwacht wordt. We hebben een paar we festeren, maar kan daar mijn festeren. En ik hoop dat ik vaak kon de dieren om aan libi, ik vaak dan me kelen pina pina wan trafasi no de yodu en bigik baw no man do grof samoro dus make them pina pina ordens refi soina libi me na ngaten saude. Mooie boodschap van deze vader. Vaderdag is uiteraard niet alleen bedoeld ter ere van biologische vaders, maar ook van grootvaders, ooms, stief- en peetvaders. Ze worden allemaal Er wordt aan allemaal aandacht besteed op deze bijzondere dag.